De review van de nieuwe Lidl schoenen, de Krivit Pro Running. En ik vergelijk ze met schoenen die, nou, ik denk 5 keer zo duur zijn. Nike's. Dit is de Free Air en ook een nieuwe hardloopschoen. Ook een zwarte. En ik vergelijk hem met de Kalenji van Decathlon. En dit is hem. Je ziet de afwerkingen. Stitchvrij, dus geen gestikte naden. Zoals je vroeger zag op de Lidl hardloopschoenen. Ik laat zo meteen een schoen zien zoals ze vroeger waren. Want ik test er al meerdere jaren. Hierachter zijn natuurlijk nog wel een paar naden. De hak is gemiddeld. Je ziet bijvoorbeeld dat deze hak heel hard is. En bij de Nike is het echt helemaal niks. Dus dit zit er echt tussenin. In die zin, qua stugheid van de hak middenin. Bovenwerk vind ik mooi. Je ziet dat in vergelijking met de Decathlon, hier zit nog stikwerk, bij deze al niet. Dus ik denk dat Lidl hier wel een hele mooie stap mee heeft gemaakt. Of eigenlijk dus Krivit, hoe zeg je het eigenlijk? En dan gaan we ook even, tenminste ik laat even de oude schoen ook zien van Lidl. Is het hier de oude schoen van Lidl, dus die is echt nog heel lelijk met dikke stiknaden. Echt een beetje ouderwetse schoen. Ik heb er ook mee gelopen, dat is echt dramatisch. De kwaliteit van deze gaan we natuurlijk checken. Wat vind je van de schoen? Eerste mening? Mooi, lelijk, raar? Dat is wel een mooie schoen. Ik vind dat de pas wel wat. Oké. Prachtig. Mooi zwart. Ja? Een beetje een olieachtige look aan de zijkant. Niet slecht. Hoe zit het met de naad? Want daar ben je ook al van, hè? Ja. Naad netjes weggewerkt. Heel lichtelijk nog gerukbaar waar die vast zit gewerkt, maar... Goed. Oké, dat is ook een mening. Mooi lelijk, geen mening. Geen mening daardoor. Nee, dus met zwart kun je nooit verkeerd volgens mij. Het is altijd heel neutraal. Ja. Je hoort het. Laatste mening van Henkels. Ja, schoen, zwart. Je kunt nooit fout gaan. Andere twee vonden me mooi. En ik laat hem ook nog eventjes in de zon zien. Zijn comfortabel. Een heel stuk beter dan ze vroeger waren. Voelt goed. Nou, deze run zit erop. Ik ga ermee doortesten en ik kom later al bij je terug met het resultaat. Nou, weer een nieuw deel van de test. Eigenlijk een beetje het einde. Ik heb er nu een aantal keer mee gelopen. Ze zijn best goed. Ik zou niet zeggen ze zijn zo goed als dure Essex schoenen. Ze zijn Je merkt al dat het wat goedkopere schoenen zijn, maar ik moet zeggen, ze hebben echt gewoon een hele stap voorwaarts gemaakt bij Lidl. Natuurlijk is een hardloopschoen altijd iets heel persoonlijks. Niet alleen de maat, maar ook de manier van lopen, de manier van passing. Natuurlijk, als je voor het eerst gaat hardlopen, zou ik zeker een schoen kopen bij de professionele hardloopwinkel. Ja, en dan ben je soms 100, 150 euro kwijt. Dus dan zou ik hem zeker niet kiezen als je nu echt, ja, in die zin... minder kritisch bent. Overigens, wat ik al eerder zei, of had ik nog niet gezegd. Misschien niet op deze video, maar waterproof is een beetje onzin natuurlijk voor hardloopschoen. Want het is natuurlijk niet waterproof. Wat in ieder geval vind, ze doen niet onder in kwaliteit en gevoel voor de wat meer goedkopere modellen van Essex, Nike. De grote merken, omdat ja, de kwaliteit. Het is ook al eerder onderzocht, ze komen ook gewoon uit fabrieken. Waar ook gewoon normale, of zeg maar, de merk hardloopschoenen worden gemaakt. Althans, daar zijn geluiden van. Ik heb ze nog niet helemaal bevestigd gekregen, maar je ziet ook wel dat het heel wat anders is dan die blauw-oranje schoen die je in het begin van de video zag. De hak, mooi stevig,
Het valt mij goed. Ook Crevit Lidl is in de wereld van de moeilijke namen gestapt. En in mijn ogen hebben ze gewoon een hele stap vooruit gemaakt met deze hardloopschoen. Maar maak vooral je eigen keuze natuurlijk. Ik zal, mocht je het op YouTube zien, een link onder de video zetten voor de complete test en het vergelijk met de hele dure hardloopschoenen. En nog wat andere goedkope keuzes.